De staking van de luchtverkeersleiders verenigd in de Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA, is opgeschort. Ze had het werk gistermorgen neergelegd uit ontevredenheid. De luchtverkeersleiders waren gisteravond uitgenodigd door de president om de problemen van SATCA te bespreken. Dit zegt SATCA-voorzitter Jozef Kusial. Hij geeft aan dat staken niet het eerste middel is waar zij naar grijpen, omdat het een sneeuwbaleffect heeft en voor vele sectoren nadelig uitkomt. Ten aanzien van de vakbondsmiddelen die een week geleden kenbaar waren gemaakt aan het ministerie, is die nu opgeschort. Er is gisteravond een onderhoud geweest op het kabinet van de president. De aanwezigen waren de president, de vicepresident en de ministers van Arbeid, Binnenlandse Zaken, van TCT en die van Financiën. Aan de ministers is dus al daar voortvarendheid gevraagd namens de president en de vicepresident. Ze zijn het in ieder geval eens dat er verbetering zou moeten komen van de rechtspositie van de luchtverkeersleiders. Tevreden zijn we niet helemaal vanwege de lange duur, maar er is toegezegd dat er tot eind oktober meer bekend zou moeten zijn. Er is dus wat meer tijd nodig dan initieel aangegeven door hen. We kijken dus aan als de afspraken worden nagekomen en van daaruit zullen de leden verder bepalen wat er gebeurt. Diverse instanties zijn bezig met de medische keuringen en de certificaten die nodig zijn om de brevetten in orde te maken. Kusial geeft aan dat het hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met een tekort aan financiële middelen. De SATCA zal haar medewerking verlenen aan CASA's om de brevetten uit te geven.